Wat hier naast mij staat, zijn de Hercules XPS 80. En dit zijn twee goede en stevige monitor speakers. De poorten en de knopjes op deze speakers zitten echt best goed vast. En ik ben heel erg tevreden over de kwaliteit. De speakers zijn heel erg netjes afgewerkt met hout. En hebben 4-inch drivers erop zitten. Ze klinken wat mij betreft heel erg netjes. Met om aan te kunnen sturen heb je zowel een tulp uitgang als een TRS input van 6,3 mm. Aan de voorkant kan er een 3,5 mm jack plug in voor aux. En je kan natuurlijk ook je eigen koptelefoon aansluiten. Als je je koptelefoon aansluit, dan gaan de speakers vanzelf uit. De speakers hebben een 50 watt RMS output. En hebben een totale output met een vermogen van 80 watt. En ze klinken wat mij betreft heel erg netjes. Maar daar gaan we natuurlijk later nog over hebben. De speakers hebben een frequentiebereik van 60 tot en met 20.000 hertz. Dus dat is bijna wat je met je oren kan horen. Met je oren kan je een heel klein beetje meer aan tonen horen. Maar deze speakers komen heel erg goed in de buurt. Het gaat hier om actieve speakers. Dat betekent dus dat de voeding al ingebouwd is samen met de versterker. Dus eigenlijk is het gewoon letterlijk plug and play. Dus dat is heel erg simpel voor deze speakers. En nog even over de geluidskwaliteit. Het is heel erg moeilijk om aan mensen te vertellen hoe deze speakers klinken. Maar in mijn idee klinken ze erg goed. Als je ze op ze hard zet, dan kraakt de bas net een heel klein beetje. Maar monitor speakers zijn ook niet om hard muziek mee te draaien. Maar we gaan nu even luisteren naar wat muziek in de outro. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje op. Jezus, zeg, wat raakt die stoel.